Deze week hebben wij uw hemelvaart herdacht. Dank u dat u naar deze wereld kwam om de brug tussen hemel en aarde te bouwen. Kort voor uw dood keek u omhoog naar de hemel en zei u tot uw vader dat de tijd gekomen was. U bad toen niet voor de wereld, maar in het bijzonder voor diegenen die in u geloofden en zich gehouden hadden aan al wat u hen had gezegd. U zei dat u de wereld zou verlaten om terug te keren naar uw vader, maar u was bezorgd om ons en vroeg aan uw vader dat hij ons, die nog in de wereld achterblijven, zou beschermen. U zei dit luid en duidelijk vooraleer u afscheid nam, omdat u wou dat wij vol zouden zijn van de blijdschap die u had. U vroeg uw vader dat hij ons niet uit de wereld zou wegnemen, maar ons zou beschermen tegen de duivel. U bad dat we gezuiverd en geheiligd zouden worden door uw waarheid. Jezus, vaak denk ik aan dit gebed. Het toont me uw bezorgdheid voor ons. Ook nu staat u bij uw Vader op de bres voor ons. Dank u dat u het voor ons opneemt en ons bij uw Vader brengt. Help ons om deze bijzondere band tussen hemel en aarde te voelen en ook voelbaar te maken voor anderen.